Het ministerie van Defensie heeft in het bijna afgelopen jaar bijzonder werk verricht voor land en volk. Maar ook de defensieorganisatie heeft bijzondere ontwikkelingen meegemaakt, zei minister Krishna Kumari Mathura vanmorgen bij de jaarafsluiting van haar departement in de Mimrebuku-kazerne. Het defensieapparaat was dit jaar hechter dan ooit, zegt Mathura. Een jaar waar we buitengewone prestaties hebben neergezet als defensie. Een jaar die we kunnen kenmerken als het jaar van de operaties, zoals de bevelhebber dat heeft genoemd. Een jaar dat in het teken stond van de rechtspositie van militairen. Maar ook een jaar dat in het teken stond van investering in onze mensen bij defensie. Hele mooie resultaten die neergezet zijn voor land en volk. Waar jullie allemaal hard hebben gewerkt. Jullie hebben laten zien dat land en volk prioriteit heeft boven het persoonlijke. Zowel de minister als kolonel Werner Kiewassen wezen op de economische crisis in het land, wat ook zijn weerslag heeft op de leden van Defensie. De bevelhebber benadrukte dat ondanks deze uitdaging de mannen en vrouwen van de defensieorganisatie toch hun professionalisme hebben getoond in het haast afgelopen jaar. Wij hebben ons deel gedaan binnen de maatschappij. Wij hebben ons van onze taken gekweten. Als bevelhebber ben ik bijzonder trots op alle mannen en vrouwen van de defensieorganisatie. Hoe klein uw bijdrage ook was geweest, wij hebben als veiligheidsorgaan gewerkt aan veiligheid. En we hebben nog tijd, nog moeite gespaard om onze samenleving te ondersteunen. Enkele noemenswaardigheden van het afgelopen jaar. En houdt u even vol, want het is een heel lange lijst. Operatie Kuyake, die we begonnen zijn in januari. Tijdens deze operatie zijn we nagegaan als er inderdaad aan goudwinning werd gedaan in het westen van Suriname. Tot dusver is gebleken dat onze biodiversiteit in dat gebied grotendeels nog intact is. Operatie Vuurdoop. U kunt u zich nog heugen dat ten tijde van de organic demonstraties er 2 molotov cocktails werden geworpen op 2 democratische instituten. 1 overheidskantoor en een politiek centrum. We hebben tijdens de operatie, dus operatie Vuurdoop, duidelijk laten merken dat we geen enkele anarchie tolereren binnen onze staat. Samen met andere veiligheidsorganen hebben we gewerkt aan de handhaving van openbare orde. En het ging allemaal om de bescherming van de democratische instituten. Bevelhebber Kiewassen en minister Mathura hebben in hun toespraak aangegeven hoe het Nationaal Leger haar ondersteuning in het afgelopen jaar heeft geboden aan land en volk, merendeels om te zorgen voor veiligheid in het land.